Hallo allemaal, welkom bij Achter de Schermen. Ik sta hier voor het gemeenschapscentrum De Pit in Buggenhout. Want zo meteen treedt hier het kersverse muziektheatergezelschap Kinderen Goedgekeurd op. Ze toeren door heel Vlaanderen met hun debuutproject Selfie. En dat doen ze met de liedjes van Kinderen voor Kinderen. Maar je weet, inderdaad, nu is het aan jou, hè. Was je dat even kwijt? Nee. Zeg je dat goed? Nee, maar dat stond achteraan. Ja, maar voor de tweede stem even. Kunnen we dat nog een keer doen, jongens? En dat zij haar solo erbij zingt. Hallo wereld, wereld, de wereld is van mij. Er is net de zaad, dus komen we lekker bij. Hallo wereld, wereld, de wereld is van jou. Er zijn wel duizend kleuren, veel meer dan wat we dragen. Wie zijn Kinderen Goedgekeurd? Dat is een nieuw gezelschap, sinds een klein jaartje. En dat is enkel met kinderen. In vergelijking met bijvoorbeeld Kapitein Pinocchio, K3, maken wij muziektheater en muziek, maar waarbij kinderen kindertaal spreken voor kinderen. En geen volwassenen die kindertaal gebruiken ten opzichte van kinderen. Waarom heb je dat opgericht? Wij maken al lang, mijn collega dirigent en ik, musicals in scholen. En dat gaat altijd snel voorbij. En nu dachten we een langerlopend eigen project op te zetten. Voor wie is het dan bedoeld? Voor kinderen vanaf een jaar of 4 tot en met een jaar of 12, 13, 14 maximum. Families. Hallo wereld, wereld, de wereld is van mij. Er is hem te zaad, dus komen lekker bij. Hallo wereld, wereld, de wereld is van jou. Er zijn wel duizend kleuren, veel meer dan op dit blauw. En wat ik doe, 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 doe ik samen met jou. En waar ik ga, 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 ga ik samen met jou. Hallo wereld. Jullie maken zelf voorstellingen? Ja, we hebben een eerste voorstelling gemaakt, ongeveer een klein jaartje geleden. Nu is het eigenlijk de herneming, een tournee. Die voorstelling heet Selfie en gaat over het teveel alleen en digitaal spelen van kinderen met liedjes van kinderen voor kinderen. Waarom liedjes van kinderen voor kinderen? Dat is ongeveer 35 jaar geleden dat dat is opgestart. Dus wij, jij en ik, wij zijn daarmee opgegroeid. De nostalgische kaart trekken om op de kaart te geraken en nadien eigen muziek te maken. Alle mensen schijnt haar die buurman. Kom, vertel me je verhaal. Je komt van ver, nu zijn we hier. Je bent dirigent. Zitten er veel zangtalenten, echte goede zangtalenten tussen? Zeker en vast. Heel wat kinderen hebben trouwens ook al meegespeeld in Junior Eurosong of in The Voice Kids en zo. Ja, ze hebben talent en dat is bijzonder fijn. Wat vindt u zelf zo mooi aan de liedjes van Kinderen voor Kinderen? Vooral wat ik mooi vind aan de liedjes van Kinderen voor Kinderen zijn de melodielijnen en de harmonieën. Die dan speciaal bewerkt zijn door onze pianist Johan van Meij, die dat op een uitstekende wijze gedaan heeft naar een actueel iets gebracht. Na 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 na. 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 Even. Na 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 na. 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 Tijd om de kinderen eens op te zoeken. Veel lawaai hier. Hallo jongens, meisjes. Wie zingt er hier allemaal graag? Ja, domme vraag, ik weet het iedereen. Jullie hebben ook een eigen single uitgebracht. Wat is dat juist? Vertel eens. Onze eigen single gaat over wat wij eigenlijk doen in de voorstelling, maar dan gewoon via onze single. En de single heet? Ja aan alle kinderen. Waarom ja aan alle kinderen? Ja, wij zijn kinderen en wij willen ook laten zien wat wij kunnen. Dus daarom misschien meer kansen voor kinderen zou echt top zijn. Meer kans voor kinderen. Dus ja. Iedereen nu luidkeels. Ja! 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 Welke talenten moet je hebben om mee te kunnen spelen, zingen in dit gezelschap? Veel energie. Ja, vooral veel energie. Een
Ja, je moet doorzettingsvermogen hebben. Dat je niet te zenuwachtig wordt. En dat je er nog zin in hebt na een paar keer de musical te spelen. De single werd voorgesteld in het Vlaams parlement. Wat vond je daarvan? Ik vond dat leuk om zo eens ministers en zo in het echt te zien. En ja, het is zo uw boek. Dus het is, wij mogen het gaan voorstellen. En het is nu niet zo eens iemand anders waar dan wij moeten gaan naar luisteren of kopen. Of, allee, het is dus eigenlijk echt van ons. Naast de liedjes van Kinderen voor Kinderen, hebben jullie ook een eigen single? Ja, een eerste eigen liedje, dat heet Ja aan alle kinderen. En de mannen die achter K3 zitten, we hebben het gefinancierd gekregen, dat zij dat doen. De single werd voorgesteld in het Vlaams parlement. Waarom daar? Dat is heel eenvoudig. We hebben 7 politici de grondtekst laten schrijven van dat lied Ja aan alle kinderen. Zeiden die meteen ja? Ja, hoofdzakelijk wel, ja. Ja. De burgemeester van Gent zit er onder andere tussen. Wat vond je van het publiek? Ik vond het een heel leuk publiek. Zo ja, echt een leuk juist. Ja. Echt. En het is zo grappig, bij Bewegen is gezond, dan ziet je al die koppetjes zo springen. Dat is echt leuk. Dat geeft je echt een kick om door te gaan. Wanneer is het voor jou echt geslaagd? Wanneer ik zie dat zij op elkaar kunnen rekenen en elkaar helpen als er iets fout gaat. En als ze bijvoorbeeld een kleine verandering aanbrengen en daar toch geen problemen mee hebben. Mekaar verrassen. Heb je zelf zin gekregen om luidkeels mee te zingen met de liedjes van Kinderen voor Kinderen? Of gewoon te genieten van een mooie muzikale voorstelling? Dan moet je zeker naar Zelfie. Nu zondag bijvoorbeeld in de Groene Zaal in Gent. Alle informatie vind je op kinderengoedgekeurd.be. Heel graag tot volgende week voor een nieuwe Achter de Schermen.